Hey jongens, het is weer tijd voor Transfer Talk. Praten over de lekkerste voetbalroddels van dit moment. Gaan we doen met Suli. Suli, vind je het eigenlijk leuk om over transfergeruchten te praten? Ja, ik vind het leuk om over spelers te praten. Want we hebben het eigenlijk over spelers. En jij zet dan het gerucht erbij. En dat vind ik prima. En ik begrijp al waarom sommige spelers in de belangstelling staan van sommige clubs. En we gaan het er ook over Hulk hebben. Ja, dat vind ik eigenlijk geen voetballer meer. Die is 34. Hulk is geen voetballer? Nou, Hulk is de Hulk en geen voetballer, nee. Maar laten we daar later over hebben. Maar ik vind het sowieso leuk om over voetballers te praten. En ik begrijp wel waarom bepaalde spelers in de picture staan waar je niet meteen aan denkt. Heb je dat ook bij Divock Origi, de eerste speler waar we het over gaan hebben, staat in de belangstelling van Aston Villa? Misschien een beetje op een zijspoor beland bij Liverpool? Is dat te overdreven gezegd? Ja, vind ik wel. Je hebt natuurlijk drie aanvallers bij Liverpool, Firmino, Salah, Mane. Die spelen altijd. En Divock Origi mag meedoen als Mane een paar weken later begint aan het seizoen. En dan begint Divock Origi op links. Voor de spitspositie komt hij eigenlijk tekort voor wat Klopp van een spits wil. Ik begrijp wel dat Aston Villa zo'n speler wil hebben voor een bepaalde prijs. Je ziet ook dat Danny Ings, die ook van Liverpool vandaan komt, bij Southampton onder een bepaalde trainer geweldig doet. En Divock Origi op een iets lager niveau zou voor Aston Villa van grote betekenis kunnen zijn. Dus ik begrijp die interesse wel. En Aston Villa heeft doelpunten nodig. En dan kom je bij spitsen uit. En Divock Origi, zoals jij het zegt, hij staat inderdaad op een zijspoor, want hij speelt nooit. Dus dan wordt het wel een interessante keuze. Blijf ik reserve of word ik nummer 1 bij Aston Villa? Ja. Wat zou jij doen als je Origi was? Het hangt er vanaf. Wat Aston Villa biedt, het verhaal van zo'n trainer. Het is toch een club die net niet gedegradeerd is. Jack Grealish blijft die bijvoorbeeld. Het is toch wel een belangrijke speler om erbij te hebben. Die veel kansen creëert, die geweldige traptechniek heeft. Die Origi in stelling kan brengen. Haal je Grealish weg, dan blijft er van Aston Villa weinig over. En dan kun je wel in de spits gaan staan, maar dan wordt het ook een treurig jaar. Dan kun je beter reserve zijn bij Liverpool. Ja, dat zijn soort dingen zou ik allemaal over nadenken. Dus ik kan niet zo 1, 2, 3 zeggen, eerlijk gezegd. Speelt al sinds 2015 bij Liverpool. Heeft nog een jaartje bij Wolfsburg gezeten. Ja. Misschien wel tijd voor hem om zijn carrière toch nieuw leven in te blazen. Ja, Divock Origi is wel een spits. Maar die is altijd talent gebleven. Dat is als heel groot talent doorgebroken, 18 jaar. Scoort in de Champions League finale vorig jaar. Ja, zeker. En als joker belangrijk voor Liverpool. Maar toen hij doorbrak, op 18-jarige leeftijd, meteen international, weet je, dachten we, dit is de spits van de toekomst. Dit is een nieuwe Drogba die jarenlang in de spits gaat staan bij een topclub. Alleen, dat is hem net niet geworden. En dan moet je gaan kijken wat je wil. En kan ik bij Liverpool het alsnog maken als basisspeler? Dat zit er denk ik niet zo 1, 2, 3 in meteen. Nou, Aston Villa is dan een prima optie. Er zijn wel meer Belgen die via een omweg alsnog top hebben bereikt. Gaan we naar de volgende speler, een landgenoot van Origi, Jan Vertonghen. 33 jaar inmiddels, speelt bij Tottenham transfervrij. Gaat mogelijk naar AS Roma, het schijnt al rond te zijn. Vind je dat een logische stap voor hem? Ja, want AS Roma heeft ook succes gehad met Smalling. Wilden ze eigenlijk houden, maar Manchester United wil hem niet verkopen. Precies zoals ik dacht dat het zat. Ik begrijp dat wel. AS Roma is toch een club die het zoekt in dat soort goedkope oplossingen. En in Italië zijn ze er wel bedreven in. En Jan Vertonghen is dan een speler die jarenlang in de Premier League heeft meegedaan. Het laatste seizoen was niet best. Hij wordt inderdaad ouder en op dat niveau met dat tempo kan misschien niet meer. Maar de Serie A is toch een hele andere kwestie. Daar lopen spitsen van bijna 39 rond. Dus dan kan Jan Vertonghen met zijn 33ste prima mee. En Smalling heeft het ook heel goed gedaan bij AS Roma en bij United werd hij niet meer serieus genomen. Was hij keus nummer 5 of 6 centraal in de achterhoede. En bij AS Roma was hij de belangrijkste verdediger de laatste 6 maanden. Dus Jan Vertonghen en AS Roma, dat is een combinatie die ik wel zie zitten. Had je hem niet liever zien terugkeren bij Ajax bijvoorbeeld? Ik niet persoonlijk. Misschien dat Ajax-fans dat wel zagen zitten. Dat kun je doen, maar er zit ook weer een gevaar in. Want dan denk je toch aan de Jan Vertonghen die weggegaan was. Hè? Heer en meester achterin. En een van de beste spelers in de Eredivisie toen hij wegging. Zeker. Denk je meteen aan die wedstrijd tegen Twente. Ik weet niet of dat verstandig is om dan terug te keren naar de Eredivisie. En dat lijkt me AS Roma en de Serie A
toch een veel mooier platform. Eigenlijk hoe leuk de Eredivisie ook is hoor, maar het is wel de Serie A en je staat wel tegenover Jan Vertonghen met AS Roma, tegenover Victor Osimhen van Napoli bijvoorbeeld, die natuurlijk voor veel geld is aangetrokken, tegenover Zlatan, tegenover Ronaldo, om een paar namen te noemen, Duvan Zapata en zo kun je nog een tijdje doorgaan. Dat is toch een veel mooiere competitie voor een jongen die nog enigszins ambitieus is en dat is Jan Vertonghen denk ik nog wel. Zeker, een jongen die ook ambitieus is. Is ook een centrale verdediger, Diego Carlos, speelt bij Sevilla. Ja. Pas 1 jaar, hè? Pas 1 jaar, inderdaad. Ja. Braziliaan. Staat in de belangstelling van Arsenal. Ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. En ook in de belangstelling van Liverpool en City. Als je gaat kijken naar verdedigers boven de 25 met ervaring, die links en rechts centraal een stabiele factor zijn, dat is hij gebleken bij Sevilla. Hij is voor 15 miljoen euro gekocht. Door de transfertovenaar, door Monchi van Nantes. Hij heeft 3 jaar lang in de Ligue 1 gespeeld. En heeft een goed seizoen achter de rug bij Sevilla. Speelt met een jonge jongen naast zich, met Koundé. Dan speelt hij meestal links en Koundé rechts. En dit is een jongen, ja, hoe zou je hem kunnen omschrijven qua type? Het is niet iemand die à la Harry Maguire met de bal aan de voet het middenveld indribbelt. Maar hij is wel goed in de passing. Hij is sterk, dus sterk in de duels. Hij kan met ruimte in zijn rug spelen, want hij is snel. En dat zijn allemaal dingen waar Arteta naar op zoek is. Want die speelt natuurlijk meestal met veel ruimte in zijn rug. En als je gaat kijken naar... Maar Arsenal vraagt ze ook dat je een beetje kan voetballen. Ja, en hij kan ook redelijk goed voetballen. Het is geen wondervoetballer, maar hij kan prima voetballen. Wat Arteta wil, dat kan hij. Dus hij past perfect in dat plaatje. En Arsenal heeft verdedigers nodig. David Luiz speelt af en toe de laatste tijd onder Arteta zeker goede wedstrijden. Maar je hebt een stabiele centrale verdediging nodig. Gaat je die beter maken, David Luiz? Nou, de laatste weken, op basis van de laatste week, als dat zijn niveau wordt en hij heeft die concentratie, dan is het een geweldige speler voor Arteta en voor Arsenal het komende seizoen. Maar centraal achterin moest er echt versterkt worden. Je hebt nu linksbackpositie met Saka en Tierney. Toptalenten. Je hebt Bellerin die weer terug is naar blessureleed. En Bellerin is een prima rechtervleugelverdediger. Dat ook goed in de FA Cup finale, vond ik. Precies. En die is goed met Arteta. Bellerin en Arteta zijn bevriend al voor hun Arsenal. Voordat Arteta naar Arsenal kwam, had hij al vaak contact met Bellerin. Die twee kunnen het goed met elkaar vinden. En dat zie je ook terug, dat Bellerin het nu weer helemaal oppakt. Dus wat heb je nodig centraal achterin? Verdedigers. En dan is Carlos van Sevilla een prima optie. En als ze die kunnen krijgen, dat zou wel belangrijk zijn. Want ze hebben natuurlijk ook al... jong talent van Saint-Étienne binnen, Saliba. Echt een heel groot talent. Ik ben heel nieuwsgierig hoe die zich gaat manifesteren, meteen vanaf het begin. En ze hebben al een andere Braziliaan gehaald afgelopen winter. Dus de opties achterin worden nu wel beter. Zeker als Carlos erbij komt. Dan hebben ze daar meteen een prima verdediger bij die er vanaf het begin gaan staan. Want hij is wel stabiel. Heeft ook gewoon bij Sevilla in zijn eerste seizoen meteen vrijwel alles gespeeld. En met een jongen naast zich, dan moet je ook begeleiden. Hij is ook goed in de rugdekking, dus hij lost fouten van anderen op. Dus het is wel een speler die, als je die binnenhaalt, heb je een stabiele verdediger. Dus de interesse van Arsenal, volkomen begrijpelijk. Zou mooi zijn voor Arsenal, gaan we het hebben over een speler die jou even in de inleiding noemde. Hulk. Ja. Speelt nu al een paar jaartjes in China, bij Shanghai. Verdient daar 19,4 miljoen euro per jaar. Netto of bruto? Dat durf ik even niet te zeggen, maar het is allebei veel natuurlijk. Nou, het is namelijk netto, dus het is ja, netto. Ja. Dan doet hij het best goed. Ja, Hulk, het is zijn naam. Fenerbahçe wil hem misschien hebben. Ja, maar door zijn naam, omdat hij Hulk heet, hebben we het al jarenlang over de voetballer. Maar hij lijkt ook wel een beetje op Hulk. Maar als je mij nu vraagt, ik denk dat heel veel kijkers geen idee hebben. Wat voor speler het is. Nou, wel wat voor speler het is, want hij kan hard lopen en hard schieten. Hij schiet ook van grote afstand. Ja. Maar de afgelopen jaren, de Chinese competitie, hij heeft wel regelmatig gescoord en assist gegeven voor goede cijfers. Maar het is, dat niveau, het is meer een stripfiguur dan een voetballer. Hè? En toen hij nog in Europa speelde bij, waar speelde hij ook alweer? Zenit, Porto. Precies. Was wel interesse van grotere clubs natuurlijk. Het is wel international geweest. Ja. Maar ik vind wel weer een typische aankoop voor een Turkse club. In dit geval een Turkse topclub. Om dan zo'n jongen binnen te halen voor iets te veel geld. En daar heb je in Turkije heel veel voorbeelden van bij Galatasaray, bij Fenerbahçe, bij Beşiktaş, bij Trabzonspor. Dan verdienen jongens netto 3, 4, 5 miljoen soms. En die komen dan in Turkije een beetje uitbollen. En als je geluk hebt, dan levert je jongen ook nog. En dan heb je er nog wat aan.
Maar je weet eigenlijk niet precies wat je binnenhaalt met een 34-jarige Braziliaan die in China zo rijk is geworden dat hij nog 4 levens nodig heeft om het geld uit te geven. 80 miljoen bij elkaar geharkt ongeveer. Ja, hij heeft ook gezegd dat hij niet meer voor het geld hoeft te voetballen. Maar als je naar Fenerbahce gaat, dan... Gedurfde uitspraak. Ja, speel je nog altijd voor het geld. Maar de voetballer Hulk, ja, ik ben die een tijdje geleden kwijtgeraakt. En dan zie je wel eens hoogtepunten. Maar echt live Chinees voetbal. Neem jij dat voetbal serieus? Nou, ik neem het serieus in die zin dat ik dus de competitiestand bekijk. En als een keer bijvoorbeeld Fellaini heeft laatst 3 keer met het hoog gescoord, dan zoek ik het even op. Ja. En wil ik weten hoe dat... Stond niet in jouw elfte van de week vorige week? Daar waren mensen een beetje verbaasd over. Ja, dat weet ik. Maar ik neem het graag serieus. En ik kijk live voetbal. En een hele wedstrijd het liefst. En om nou Fellaini te selecteren die ik eigenlijk niet gezien heb. En dan heb ik een paar flits gezien op YouTube. Zoek dan op wat Fellaini heeft gedaan. Ja, die is 2 keer zo lang als de meeste Chinezen. Die gek dat die 3 kopballen maakt. Nee. 3 kopballen maakt. Ja. Nee. In 8 minuten. Wel mooi. Sluiten we af met Ivan Rakitic. Gewaardeerde kracht bij Barcelona natuurlijk. Ja. Gaat zo goed als zeker terugkeren bij zijn oude club, Sevilla. Mooie transfer voor Rakitic, voor Sevilla ook. Want ik denk wel dat hij voor Sevilla nog zeer bruikbaar kan zijn. Hij heeft ook een vrouw uit die stad. Een leuke vrouw ook. Dus die zal ongetwijfeld. Ook... Nou ja, maar dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Hè? Dat ziet er voor zo vaak verteld. Dat verhaal kan ik dromen. Hij was natuurlijk net, van Schalke kwam je over naar Sevilla en de eerste avond op het terras even uitblazen van de eerste indruk in de stad. En dan kwam zij het terras op lopen als serveerster. Ja, meteen vastgelegd, getrouwd en al jarenlang de vrouw van Rakitic. Dat is in kort het verhaal en die gaat nu terug naar hetzelfde terras. Dus voor hem een mooie transfer. En bij Barcelona op een vreemde manier eigenlijk, na jarenlang trouwe dienst in de basis, op de bank beland. Frenkie de Jong natuurlijk vastgelegd. Rakitic een half jaar lang niet gespeeld, zonder uitleg. Daar was vooral zijn vrouw heel boos over. Rakitic ook, maar ja, dat kun je natuurlijk niet uit als voetballer, want dan heb je meteen een probleem. Het tweede seizoen zelf al regelmatig nog gespeeld, mede door blessures. Maar het is wel vreemd dat je zo omgaat met spelers. Dat kun je ook van tevoren zeggen, oké, we gaan jou helemaal niet meer opstellen. Succes bij Sevilla. Ik zei natuurlijk gewaardeerde kracht, maar eigenlijk een beetje ondergewaardeerd dus eigenlijk. Vanuit Barcelona. Ja, en hij heeft het bij Barcelona jarenlang goed gedaan als rechter middenvelder in de rug van Messi. En heeft ook veel werk van Messi gedaan, verdedigend werk. Als Messi weer eens een keer zijn man liet lopen, dan loste Rakitic dat op. En dan word jij als bedankje een half jaar lang op de bank gezet en dan speelt hij geen minuut. Dat is wel vreemd. Ik denk wel dat bij zo'n jongen dan wel iets knakt. Of is geknakt. Wel ziek dat ze hem nu voor 10 miljoen laten gaan. Voor Sevilla een geweldige aankoop. Ja. En Sevilla is wel aardig bezig. Hè? We hebben het net over Diego Carlos gehad. Die hebben ze toch bij Nant weggehaald. 15 miljoen, dat is echt een koopje. En dan maak je nu dikke winst mee. En hebben ze er nog Koundé. En zo hebben ze op allerlei posities en plekken spelers staan die ze goed hebben gescout. Dat is toch wel knap. Sevilla moet op die manier overleven en in die top 4 meedoen. En voor zorgen dat ze een keer boven Atletico eindigen. En dan derde worden of zo. Jullie dankjewel en jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende Transfer Talk. Ik sta hier naast de GOAT. Abonneren. Doen.